Kijk, het zijn allemaal pieken en dalen. Of is dit weer stilte voor de storm? Ja, hallo lieve vrienden. Het is weer woensdag 13 januari. Dat het geen vrijdag is. En we leven 9 minuten over 12. Ja, en het is een snerf weer. En dan moet ik doorheen. Ja, echt waar. Echt vies, smerig rot weer. Het is inderdaad weer voor gesnerd. Oh, ba. Er is ook niks aan, hè, Rijka? Nee, dan moeten we doorheen, meisje. Ja, moeten we doorheen, kind. Je wordt weer zo nat heen, zo koud van. Ja, jij wel. Die heeft geen last, denk ik, dat ze nat wordt, maar die heeft geen last van de kou. Hé? Nee. Lekker warme vacht. Maar oké, ik ga straks dus ook lekker aan de gang met... Nou, ik ga straks beginnen met die kerstal, want ook verwacht ik Jack Pater. En dan kan die die stal hopelijk nog naar boven brengen, ja. Dus daar gaat het bij mij even, omdat hij dat even nog kan doen. En de verlichting buiten weghalen, dat heeft hij ook beloofd, dat hij dat vandaag zou doen. Dus ja, we zullen het beleven. En daarna ga ik aan het raam verder, ja. Dus ik neem jullie wat dat gaat mee door mijn huidje om dat weer tot zover netjes te krijgen vandaag. Tenminste, ik zal ze om de weer niet helemaal redden. Nee, want ook heeft Marianne beloofd om te komen. Want die zou even voor mij dan een boodschapje doen. Dus we zullen het beleven. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet, want ja... En wees welkom, oh ja, vergeet ik er helemaal, hè. Wees welkom bij een goed nieuwe vlog van Corina en de Betenboel. En ik hoor daar iemand, ja. Ik hoor daar iemand, onze Kandalf uiteraard, hè, ja. Die wil ook binnenkomen, ons kereltje. Hoi, man. Hoi, man. Ja, hallo, kerel. Hallo, ja, dat is een camera. Ja. Ja, kom dan. Hé? Hey. Ja, kom dan, man. Hé? Hey. Ja. Oh, goeie. Ja. Nou, kom maar. Ja, kom maar. Nou, mijn pootje, kom op. Even goed doen. Mijn pootje, zo. Ja. Ja, man. Nou ja, jullie zien het, ik heb hem nou zonder trui aan. Ja, maar ja, ik heb momenteel nog koud, want het is hier nog niet helemaal 100% behagelijk. En ja, dat komt wel. Dat ik ga nou lekker... Maar in ieder geval, ik ga eventjes met de hondjes woefwafjes uit. Ik moet helemaal daarvoor... Mijn regenjas is nou ook aan, want het is echt met een rietje. En als ik mijn mobiel erbij pak, hoe dat loopt met die regen. Ga eens even naar de andere kant. Dames. Dames. We gaan zo lopen. Ja. Even kijken. Daar naartoe, daar naartoe. Kijk. Het zijn allemaal pieken en dalen. Ja. Daar kwamen wij. Maar in ieder geval, jullie zien het. Ik ben net een hoge piek gehad en dan krijgen we een paar kleine hoogtes, dus ik schiet eventjes op. Ja. Ja, dan heb ik ook mijn regenjas niet aan, hoop ik. Dus. Komt goed, dan moet ik die hebben. Ik doe wel even mijn snowboetslaarzen aan, ja. De witte. Ja, dan moet ik mijn sokken ook weer houden, dan kijk ik niet met sokken in aan. Ja. Want ik heb nou, heb ik deze aan. En heb ik sokken bij aan.
Ja. Nou. Hup, sokkie uit. Sokkie daar in. Broekspijp naar beneden. Mag erbij? Dank u. En met hem met dat. Jep, ziek idee. Het vrouwtje nou allemaal weer helding. Ja, optie. Moet kunnen toch? Ja! Hé? Vrouwtje eventjes andere schoeisel aan. Vanwege het slechte weer. Ja. Iedere keer door die plassen heen te banjeren. Hé? Met jullie. Ja. Nou, de andere laars. Zit idee. Hé, grote meid. Zet ik die daar neer. En ik gebruik u nog straks weer als ik weer thuis ben. Ja, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon. Ja, gaan wij ook doen, Helling. Ja, toch? Hé? Ja, hé? Ga genieten, hè, buiten. Lekker banjeren, hè? Ja. Hé, het is zo lief. Er zit geen kwaad in het beestje, nee. Hé, ja, en er werd wel gezegd dat ze dat wel gedaan heeft, dat ze een hondje gebeten heeft. Nou, dan is er echt wel wat gebeurd, hoor. Ja, het beestje moet nou een oog missen erdoor. Ik begrijp dat niet. Hé, ja, het is toch lief. Maar in ieder geval, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, tot straks maar weer hoor. Doei! Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer eventjes. Ja, ik denk, haal jullie er weer even bij. Rijka, die weer daar. Eindelijk een beetje rust. Daar zit grote Elwing. Druk bezig met spelen en gek doen en bijten totdat er eentje best een piepen was. Ik denk, ja, nou moet ik maar eens even stoppen. Want ook ik werd daar gek doen, want ik ben bezig. Jack Pater is geweest. Die heeft voor mij de kerstverlichting buiten weggehaald. Oké, mijn tak hangen natuurlijk nog wel, hè? Dat is logisch. Dat moet allemaal nog, maar de verlichting is weg. Het touwtje hangt er nog, zie ik, gedeeltelijk. Hij heeft de verlichting daar opgelegen, moest van mij, want het doosje ligt in die kast. De staldoos is ook weg. Ik had in de hal had ook twee bakken staan, die zijn ook weg. Dus ja, begint weer eens een beetje op te schieten. En wat ik nu ga doen is een bakje koffie klaarmaken en een vlog in elkaar zetten. En daarna begin ik met het raam. Ja, dan gaan we daar weer mee aan de slag. We gaan stoppen. We gaan nu stoppen. Jij ook. Als ik zeg stoppen, dan is het stoppen. Jullie zijn al bezig vanaf dat we gelopen hebben en terugkwamen. Toen was er al geen houden aan. De hele tijd aan het spelen. Kunnen we nu even een uurtje rust houden? Jij ook? Een uurtje rust? En dan zien we alles weer. Klaar. Zou dat mogelijk zijn? Of is dit weer stilte voor de storm? Denk erom, hè? Pas op. Pas je op. Ja? En jij ook? Nee? Pas op. Ja, pas op. Denk erom. Ik heb wel zo zitten en te knipogen. Maar dat boeit me lekker niet. Je kop omdraaien. Het is nou eens een keertje even rust. Hè?
Dus ja, ook dat is leeg. Ja, het kerstkleed moet er nog af. Dat is een logische zaak. Maar dat komt nog wel. De televisie is leeg qua kerstspullen. Ja, ook het kleedje. Maar dat komt ook nog wel. Ja, gaan we. Ik ga straks eerst naar de vlog in elkaar zetten. Dus het raam doen. Dan ga ik dat raam lappen. Dan haal ik dat kleed eraf. En daar een kleedje eraf. En ik had hier ook al ergens wat leggen. Ja, hier op tafel. Dat ligt opgevouwen, want dat is niet vies. Dat breng ik dan naar boven toe. Oh ja, en ik had nog wat leggen. En dat ligt hier. Onder. Ja, dat kleed. En daar zit wat in. Zo. Want dat gaat erin, dat gaat erin. Ik wil dat niet meer hebben. Al dat spul weg. Die heb ik nog van Ruud Benink gehad. Nou, die heeft me ook een trap in mijn rug nagegeven. Dus wat ik van hem heb gehad, dat gaat ook weg. Ik heb ergens nog een bankje met een oud echtpaar erop. Nou, hallo, dat moet ik dan voorstellen. Maar met wie? Ik heb geen partner meer. Dus dat gaat ook weg. Gaat allemaal naar een kringloopwinkel toe. Dus ik spaar dat allemaal op tot dat weer open is. En dan kan dat huppata weg. Ja. Dat is de DHL. Kan er ook niks aan doen dat die erop komt. Nee, jij rijdt langs mijn raam. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Nee. Nou, en dit raam moet ook nog leeg. En kijk eens hoe mijn orchidee het toch doet. Dat is toch zo mooi bijzonder. Toch? Of ben ik zo gek? Oh, draai je mee. Zo. Hier, oh, zo mooi. Ja, nou, ik ben er helemaal trots op. Ja, ik ben daar trots op. Au, 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 au. Zo, nou, mooi toch? Is het mooi? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag en doe het met een lach. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben er weer eventjes. Ja, ik weet niet eens hoe laat het is, zal ik eens even bekijken. 6:07. Ja, ik heb mijn rollator ook alweer gepakt. Om de hondjes uit te laten, maar mijn bek af. Ik heb weer vertraagd, de bak die staat weer op zijn plek waar die behoort. Tenminste, behoort. Ik ben wel vaker aan het schuiven geweest in het verleden ook wel. Ik wil even weten hoe ik het wil hebben, ik weet het nog niet helemaal. Maar ja, er is nog genoeg andere troep. Ook de stal is al opgeruimd. Maar ik heb hier de boel nog staan. Verder, dat komt allemaal hier bij het raam vandaan. En hier zitten de slingers in die voor het raam hingen. De bank moet natuurlijk nog schoon. Die hoek is schoon. Ik denk, ik wil weer eens een ander lampje daar neerzetten. Nou ja, die had ik ooit met Astrid van der Wal nog gekocht. Maar ja, ik heb geen contact meer met haar. Ik heb de broer helemaal schoon daar ook. Nou ja, hier heb ik fotolijstjes. Dat moet ik even bekijken hoe en wat en wie en waar. Dus ja, dit moet ook allemaal nog. Dat moet dus allemaal nog. Dat moet nog. Nou ja, dat gaat dan weer denk ik ruigelen, die slinger. Morgen weer een dag. Dat moet allemaal nog. Die krans moet er nog weer weg. Dat moet nog weg. Dat moet allemaal nog weg. Maar ik zeg, morgen nog een dag. Ja, en daar ook staat een emmer met de sop van het raam natuurlijk. Dat moet ook nog weg. En dus ja, en zo smerig zijn mijn ramen tegenwoordig niet meer, want dit is spiertjes. Daarom is dat kleurtje zo. En er wordt niet meer gerookt, niks. Dat ik denk dat deze ramen smeriger zullen zijn dan de woonkamerramen, ja. Dus, het moet ook allemaal nog weg. Nou, en ik heb geen fut meer en ik ben zo trots op deze mooie plant. Ja, echt wel, ik hoor een heli.
Nee, je ziet hem niet. Nee, je ziet hem niet. Maar oké, okay, daarom hangt buiten ook nog kerstverlichting, dat ging. Ja. Maar ja, oké, okay, mijn beestjes die willen naar buiten. En vanavond, tijdens terwijl ik zit, haal ik die salontafel leeg, haal ik de kleedjes eraf en dat kan ik dan weer opnieuw inrichten. Dus die ook weer klaar. Maar dat doe ik vanavond wel. Gewoon tijdens het zitten. Kan ik zitten doen. Dus dat komt wel goed. En die twee, ja, die is gek. Hup, op de bank. Oh, die heeft weer wat te speulen. Ja, die bijt jij kapot, klein kring. Ja, jij maakt die kapot. Dat is een softballetje. Zelfs een tennisbal maak jij kapot en dat doet zij niet. Pak het dan. Goed zo. Ja, jij maakt het kapot. Hier. Die, hey, die. Ha. Doen ze bang. Echt zo jeuk. Oh, 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 oh. We gaan zo lopen, kindertjes. Ja. Dus ja, ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ga ik dus ook doen, al is het hier en daar nog wat werk wat ik zittend kan doen. Zoals ik moet die ballen ook opruimen en ja. Wat ik zittend kan doen, doe ik zittend en de rest basta. Ja toch? Maar het staat wel weer mooi, die vitrage. Ja. Ik heb er nog niks voor hoor, op de vensterbank. Er staat nog niks. Nee, geen plantjes nog. Nee. Het staat nog boven. Komt ook wel. Ik wil het vanavond zo min mogelijk weer doen. Zodat ik het morgen hopelijk kan doen. Of ik heb vandaag weer te veel gedaan dat ik morgen weer een rustdag moet hebben. Ik hoop van niet, ik wil doorgaan, ik wil weg. Maar ja, Rome en Keulen en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. Ofwel? Nee, vind ik van niet. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan met z'n allen. En natuurlijk water, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!